Mijn naam is Joël Sinken. Ik ben ontwerpleider bij de bouwcombinatie Samen. We bouwen hier aan de Rijnkade Arnhem. Onze opdrachtgever is een combinatie van de gemeente Arnhem en het waterschap Rijn en IJssel als onderdeel van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Het doel van het project is om Arnhem hoogwaterveilig te maken voor de komende 100 jaar. Er worden meer dan 400 betonnen prefab-elementen toegepast om de kade over een lengte van ruim een kilometer te versterken. De betonnen elementen worden vanaf de fabriek van Bosbeton met een elektrische vrachtwagen vervoerd naar onze waterhub in Arnhem. Vanaf de waterhub worden de elementen per schip naar de kade toegebracht. De betonnen elementen worden geplaatst vanaf het water met een elektrisch kraanschip, de IBUS, die hier achter ons ligt. Door het gebruik van prefab beton versnellen we de bouwtijd op locatie en verminderen we de hinder voor de omgeving. Na de werkzaamheden is de Rijnkade groener, maar tegelijkertijd behouden we het authentieke karakter van de kade. Ik ben Ties Vondenhof en ik ben hier namens Van der Ven werkvoorbereider voor de bouwcombinatie Samen. De uitdaging is dat we hier midden in de stad zitten met een zeer beperkte werkruimte dicht op de omgeving. Daarom voeren wij zoveel mogelijk groot materieel en materiaal af en aan over water. We voeren dit project emissieloos uit op de bouwplaats. Dit doen we door zoveel mogelijk elektrisch materieel in te zetten. Bosch Beton is hier de producent van alle keerelementen geweest. Dit zijn zowel de keerwanden als de hangschorten. Wij hebben voor Bosch Beton gekozen omdat zij in een kort tijdsbestek veel specials kunnen produceren. Door het toepassen van prefab elementen kunnen we snel en efficiënt werken op de bouwplaats. Hiermee besparen we een heleboel tijd in de uitvoering. De samenwerking met Bosch Beton heb ik als zeer prettig ervaren, omdat ze erg meedenkend en oplossingsgericht zijn. Ik ben er trots op dat we met het team in een korte tijd zoveel uitdagingen hebben overwonnen en dit resultaat hebben bereikt.